Ja? Cijfer, welke cijfer? 1 plus. Yo, wago mensen, welkom terug bij een nieuwe video. En zoals jullie kunnen zien, we zijn er weer, man. Een of andere, ja, rare plek. Jullie hebben deze omgeving nog niet gezien in mijn video's. Dus even wat anders. En jullie zien een keuken. En wat houdt dat in? Dat betekent dat ik weer een kookvideo voor jullie ga maken. De mensen die weten, weten het. Want ik heb jullie Bami geleerd, Sauto geleerd, Telo geleerd, allemaal Surinaamse gerechten. En vandaag ga ik iets speciaals voor jullie maken. Vandaag ga ik maken chow mein met fashion kip. Chow mein is ja eigenlijk fijne bami, gewoon die kleine bami met ja, fashion kip. Dat kan je ook bij de Chinees halen. Maar ik ga jullie dadelijk de recept laten zien en dan ga ik alles erbij vertellen. Maar ja, we gaan natuurlijk gewoon een leuke video voor jullie maken. Gewoon met energy zit ik hier en ik heb gewoon zin om te flippen, man, om te koken. Want ik heb lang niet gekookt natuurlijk voor jullie. Vandaag gaan we natuurlijk gewoon een gezellige video voor jullie maken. En ik ga jullie weer wat leren. Recept van DR, man. Fashion kip met chow mein. Hoef je niet meer te halen bij de Chinees of zo. Kan je lekker zelf maken thuis. Quarantaine, corona, lastig. Dus ja, je weet het, man. We gaan zo gewoon lekker starten. Ik ga dadelijk mijn schort aandoen. Dan gaan we gewoon lekker beginnen. Keuken, andere keuken. Helemaal fresh. Mooie omgeving. Ik toch, ik word natuurlijk wel fijn gevoel. Dan gaan we zo gewoon starten, man. Gaan we nu door naar de recept. Blijf checken, abonneren, liken. Geef me een comment, want jullie gaan genieten van deze video. Mijn oudje is wat derde, maar toch heb ik die schort nodig, man. Als ik spring, heb ik opeens die schort aandenking. Wacht. Zo. Je ziet het, man. Ik heb opeens een schort aan met een das. Het is bijna kerst, dus we moeten netjes komen met... Je weet het, man. En mijn schort zo. Lekker comfy. Wij gaan lekker beginnen dadelijk. Ik ga jullie de recept laten zien. Kom mee en blijf checken. Geniet ervan. Zie je, alle ingrediënten staan hier op tafel. Hier ook, links. Dat is voor de kippendij. We gaan eerst beginnen bij de vaste kip, zoals jullie kunnen zien. Dit kunnen jullie halen bij de Surinaamse toko. Zoals jullie kunnen zien is dit hier de Chinese eiermie. Deze kan je halen bij de Albert Heijn, Jumbo of Hoogvliet. Fijne bami, klein gezet. Dat is natuurlijk wel belangrijk, want ja, als je natuurlijk de chow mein wil maken, is dat natuurlijk ja, de belangrijkste eigenlijk van heel het gerecht. Zoals je kunnen zien, zien jullie hier twee uien. Die heb ik ook nodig voor ja, het recept wat ik vandaag ga maken. En dan zien jullie hier ook lente-uien. Ik weet niet hoeveel ik precies heb gepakt, maar ja, ik heb wel een aantal gepakt, zoals jullie kunnen zien. Natuurlijk mijn mes ook erbij. Je ziet hier ook vier eieren. Dat heb ik ook nodig. Ja, belangrijk. En hier zie je natuurlijk alle de sausen die ik in de chow mein ga gebruiken. Dus je ziet hier de sesamolie. Hier zie je lichte saus, witte saus. En daar zie je de donkere saus. Die ga ik ook gebruiken. Allebei gebruik ik allebei. Hier zie je ook witte peper. Die ga ik ook gebruiken. Om niet te vergeten, zonnebloemolie is ook belangrijk. Anders kan je het niet maken. De ingrediënten, zoals jullie hier allemaal, wat ik allemaal heb opgenoemd, staat ook in de ja, beschrijving. Dus dan kunnen jullie natuurlijk alles makkelijker gewoon overnemen. Mijn chow mein is anders. Mijn chow mein is droog. Is niet te vettig. Plakkerig dit, dat. En waarom mijn chow mein ja, eigenlijk droog is. Gebruik geen kokend water. Ik gebruik gewoon heet water. Gewoon van het kraan. Zoals jullie kunnen zien, ga ik het dadelijk hier ook inzetten. Je ziet hier twee Chinese eiermie van mij. Die gaan we dadelijk allemaal zo erin zetten. Die gaan we nu gelijk erin zetten. Dat hebben we overgemaakt. Deze gaat er hier ook in. En dan ga ik twee. Ik heb er twee. En hier deze ga ik de helft van pakken. Meer dan genoeg. En hier erbij overmaken. Dan ga ik nu heet water erin zetten. Ik gebruik geen kokend water zoals ik al zei. Ik ga gewoon heet water gewoon nu erin brengen. Geen kokend water, want ja, ik wil gewoon die bami gewoon droog is, begrijp je? Heet water heb ik nu erin gebracht, mensen. En nu ga ik hem gewoon losmaken. Eiermie ga ik nu gewoon losmaken. Los van elkaar is gewoon. Daarna ga ik de sesamolie erin brengen. Maar ik moet hem natuurlijk eerst losmaken. Net konden zien dat ik de sesamolie erin gebracht en dan gaan we het nu eigenlijk 4 minuten ja, laten intrekken. Ziet het nu hoe het nu eigenlijk ja, te werk gaat. Zo, en dan gaan we hem nu gewoon 4 minuten laten intrekken. Dat is eigenlijk nu de bedoeling. We moeten eigenlijk proberen dat de eiermie, zoals jullie hier kunnen zien, dat het gewoon onder water blijft. Onder de heet water. Dat je gewoon goed alles door elkaar heb losgemaakt eigenlijk. Dat gedaan heb, gaan we dan 4 minuten laten intrekken. Mensen, 4 minuten is alweer voorbij. En dat betekent dat ik nu ja, alles hierin ga brengen. Dat alles, alle water, alle vocht naar beneden gaat, gewoon weggaat. En dan gaan we de bami dadelijk daar laten. Ja, let's go. Oké, mensen,
ze dan deal met dit. Zullen kunnen zien, gaan we dit nu 10 minuten gewoon laten. En dan in de tussentijd kunnen we nu gewoon verder met de ingrediënten van de chow mein. En dit laten we nu gewoon 10 minuten zo staan. En dan gaan we nu gewoon verder hier ook. In de tussentijd gaan we beginnen de saus te maken van de chow mein. En zoals jullie kunnen zien, zien jullie hier een kommetje. Belangrijk. Wat we gaan doen, we gaan hier een klein beetje water inbrengen. Klein beetje. Een beetje water heb ik erin gebracht, zoals jullie kunnen zien. Niet te veel, niet te weinig. En wat we gaan doen, we brengen er 3 eetlepels sojasaus erbij. Belangrijk, 3 eetlepels. Even zo. Dat is 1, dat is 2 en dat is 3. Daarna brengen we ook nog deze saus erbij. Dit is de donkere saus van de sojasaus. Ook 3 eetlepels. 1, 2, 3. En daarna brengen we er ook nog peper bij, witte peper. Is perfect, als 1 eetlepel suiker bij. Dan is de saus van de chow mein helemaal perfect. 1 eetlepel, zoals jullie hier ook kunnen zien. En dan brengen we die 1 eetlepel ook nog erbij. Kijk, zo ziet het er nu uit. En wat we nu doen, gaan we door elkaar heen roeren. Check het hier, man. Orgy, man. Ik krijg gelijk trek als ik dit zo zie. Dit gaan we daarna met de chow mein erin brengen. Chow mein is hier echt belangrijk. Moet echt gewoon goed gemengd zijn door elkaar. Dan gaan we door naar de lente uit. Die gaan we eerst wassen. Let's go. Zullen we wel schoon zijn. Als we hebben gewassen, zetten we hem hier in. Gaan we gewoon snijden, mensen. En dan gaan we hem gewoon fijn snijden, fijn klein. Als we dat gedaan hebben, zetten we hem hier ook in. De lente uien hebben we ook gedaan. Hebben we een bakje gestopt. Nu gaan we door naar de uien. Yes mensen, heb ik hier al de uien gesneden. Lente-ui heb ik ook gesneden. En dan gaan we nu door naar de fashion kipworst. Gaan we nu ook een stukje snijden. Zo, let's go. It's Joel on the flip. Dat ik hem net een beetje te groot gesneden. Hij moet wat kleiner. Moeten we even grof snijden. Anders is het te groot door het chow mein heen. Dat is natuurlijk is wel lekker. Sommige mensen vinden het lekker, maar ik heb liever dat het wat kleiner is. Maar iedereen zijn eigen keuze. Ik vind hem gewoon fijn en klein te snijden. Belangrijk. Mensen, als jullie kunnen zien, ga ik nu olie erin brengen. Ik heb even de blower aangedaan. Dus misschien horen jullie even een geluidje. We hebben uien, fashion. Lente uit. Olie heb ik nu erin gebracht. En dan gaan we nu alles erin brengen. Gaan we nu beginnen met. Eerst beginnen met de ei. En daarna gaan we beginnen met al die ingrediënten wat we gesneden hebben. It's Joel on the grill. It's Joel on the bed. IJs geregeld, voorbereiding. En dan gaan we nu door naar de fashion. Gaan we nu echt olie erin brengen. Let's go. Ja. Alles voorbereid. Ei, uien, lente-ei. Die wokpan van mij nu een beetje vies. Ik ga hem nu even schoonmaken, maar dat moet natuurlijk wel netjes zijn. Nu gaan we echt beginnen met koken. Wat ik jullie allemaal net heb laten zien is de voorbereiding. Maar nu gaan we echt beginnen. En dat is het leukste waar ik van hou, man. En dat moeten we snel handelen. Ja man, net op Bali, man. Joel on the bed. Ja man, ik
Ik heb nu gewoon ei erin gebracht, jullie kunnen zien. Ei met de uien en lente uien. Ja man, ze zijn lekker aan het mixen, flippen hier ook. Oh wel. Nu is het bedoeling om bami erin te brengen, mensen. Let's go. En dan gaan we nu door met het passion gelijk. Jawel, alles gewoon lekker roeren. Alles gewoon lekker wel door elkaar heen gaan. It's yours. Ik ga nu ook even een beetje zout erin brengen. Yes mensen, check het hier op. Chow mein, fashion, lente ei uien erin. Alles hebben we erin gedaan, helemaal perfect. Ja, een echte kok moet wel gewoon proeven. Wat ik nu ga doen, ik ga een beetje proeven. Om te kijken of het lekker is. We gaan kijken. We gaan proeven, ja. Hoe ik je zeg, perfect man, laat maar. We zijn nog niet klaar, want we hebben nog een kleine bonus voor jullie. Kippendijfilet, gaan we nog laten zien hoe we dat gaan maken. Dat gaan we nog erbij eten. Zo werkt het, toch? Het werkt. Mensen, maak het thuis man. En laat maar gelijk weten of het gelukt is. Laat even in de comments weten of jij het gaat maken of. Jullie hebben geluk vandaag, want ik heb een bonus voor jullie. Een bonus, ja gerecht eigenlijk. Zoals jullie kunnen zien, zie je hoisin saus. Dit is natuurlijk de hoisin kippendijfilet. Kippendijfilet die ik voor jullie ga maken. Wat erbij hoort, zien jullie hier één Maggi blok voor halve. En daar zie je honing, wat ik erbij ga gebruiken. Hier zie je oestersaus, ook belangrijk, gebruik ik ook. Zout. En hier zie je twee pepers, die ga ik ook gebruiken. En knoflook. Zwarte peper hoort er ook bij. Die ga ik ook dadelijk gebruiken. Hier zie je de donkere saus en lichte saus die ik daarvoor ook had. Gaan we ook gebruiken. En het belangrijkste is natuurlijk hier de kippendijfilet. En dit gaan we als bonus voor jullie erbij maken. Door naar de bonus kippendij. Hoi. Wij gaan nu de kippendij schoonmaken met azijn. Ik maak altijd mijn kip schoon met azijn. Iedereen zijn eigen keuze vinden. Die water zo vallen. Check het hier. Oké. Schoongemaakt en al. Helemaal perfect. En dan gaan we hem nu kruiden. Olie even erin zetten. Zo, let's go. Maggi blok. Zo. En dan gaan we nu door naar de hoisin saus. Door naar deze. Maken lastig. Die hebben we ook gedaan. Deze nu. Zwarte peper. Honing. Lekker veel honing erbij. Dan die. Nou, daarna nog de uien erin brengen. Even kijken of ik alles heb. Ook deze moet er ook nog erbij. Deze moet er ook nog bij. De uien doen een klein beetje erbij. En dan krijgen we nu dit, mensen. Jullie kunnen het checken hier. En dan gaan we hem daarna door elkaar erin brengen. Gaan we de peper ook nog zo erin brengen, man. Let's go. Zo, nu een beetje door elkaar mengen. Dat ik allemaal door elkaar heb gedaan. Let's go, let's go, let's go. En dan gaan we daarna grillen, man, mensen. Gaan we grillen, ja toch. We hebben nu alles erin brengen. We gaan het nu grillen op een grillplaat. Jawel, jawel. Heerlijk. Wat heb je erin gezet hier, hoor. We gaan nu alles grillen op een grillplaat, mensen. Heerlijk, man. Check het hier. Jawel. Ook honing erin brengen, mensen. Honing. Voor een overheerlijke smaak, belangrijk man. En dan gaan we dadelijk heerlijk eten, mensen. En dan gaan we zo eindresultaat laten zien. Dit is een bonus voor jullie. Kippendijfilet, heerlijk met honing, alles erbij. Krijgen jullie al honger? Jawel hè? Wauw, eindresultaat dames en heren. Check het hier ook. Even een slow motion voor jullie met muziek man.
jullie zeggen, het is goed gelukt. Ik ga nu proeven samen met mijn broer. Ik heb een recept van hem, maar dat ga ik jullie dadelijk uitleggen. Dus laten we maar proeven, man. Ik ben benieuwd. Het is gelukt, we zijn er. We zitten hier. Eindresultaat. En wat ik even snel erbij wil zeggen, ik heb het recept van mijn broer aangebroken. Dankjewel. Het recept is van hem. Hij is, de goochelaar hier in de keuken. Ik heb het recept van hem. Hij heeft me geleerd. Ik geef het nu aan jullie. Ze moeten hem bedanken eigenlijk. Maar ik ga hem nu proeven. Kijk of het mij gelukt is. Bro, proef snel alsjeblieft. Snel in je lap. Oosje? Oosje. Ja? Je ziet het maar. Welke cijfer? Welke cijfer? 10 plus. 10 plus, zeg maar, brada. Het is zijn recept. Ik heb zijn recept gemaakt. En ik kook het ook soms wel thuis als ik echt honger heb. Ga je het ook thuis koken? Ik zou het doen als ik jou was, man. Kook het, flip het eventjes snel. Het was het recept van DN. En samen met mijn brada. Bro, nogmaals bedankt. Dankjewel dat je het recept me hebt gegeven. Ik vind het lekker. Ik hoop dat je het ook lekker gaat vinden. Recept staat in de beschrijving, mensen. Om het even makkelijker voor jullie te maken. Dus ga checken. Like even deze video. En comment ook als je meer kookvideo's wilt. En als ik jullie meer moet leren, man. Meer ga ik niet praten. Ik ga de video hierbij gelijk afsluiten. Ik ga heerlijk eten met mijn bro. Ik ga de video afsluiten. Like, abonneer op mijn kanaal. En show some love, man. Volgend jaar gaan we YouTube nog erger overnemen. Meer ga ik niet zeggen. Verschillende soorten content. Meer praat ik niet, man. En dan gaan wij zoals altijd zeggen, bro. Ciao. It's Joel on the bed.